Beste en lieve luisteraars, welkom bij het programma Wist u dat? Op deze woensdag, de 27e juli 2022. Wat gaan we doen in dit programma Wist u dat vandaag? We hebben straks Owen Venlo en daarna Ludwig van Milieu. Maar we beginnen eerst op deze ochtend met niemand minder dan de heer Belfort. Meneer Belfort, een goede morgen. Ja, goedemorgen meneer Batsen, goedemorgen. Luisteraars van Radio Tamskona Samutang. Meneer Belfort, kunt u ons vertellen, het is natuurlijk een troebele week weer geweest de afgelopen dagen in Suriname. Wat is de stand van zaken op dit moment? Wel, op dit moment ziet het er een beetje, zeg maar, humorig uit. En het is zo gekomen dat het volk al langer dan een week actie voert tegen het beleid van de regering. Men heeft een aantal zaken aangehaald die men realiseert. 10 punten heeft men dus opgenoemd. Maar de regering heeft verzuimd. Om althans 3 van die punten uit te voeren. De regering zegt, ik wil gewoon een dialoog, maar men vertrouwt dus de situatie niet. Het is begonnen vorige week. Vorige week maandag zijn de acties begonnen. Men is aangekondigd in het weekend. En de president, die was zo arrogant, dat hij zei van nee, Ik ben voor 5 jaar gekozen. En later, toen hij de acties zag die maandag, toen corrigeerde hij, toen bood hij aan om gewoon aan de tafel te gaan zitten. Maar hij heeft gezegd, we willen eerst 3 van deze 10 acties, 3 van deze 10 punten eerst zien. Hij moet dan van de actievoerende, de leiding, ja, de benoemingen van zijn vrouw, vooral bij staatsolie, vele functies terugdraaien. De vicepresident moet de benoemingen van zijn broer in RVC-posten terugdraaien. En als derde eis heeft men gesteld, de kavels van het Sabaku-project moet men terugdraaien ook. En dat talent, de regering talent, is al langer dan een week dat men 3 simpele dingen heeft gevraagd. Al deze dingen die men heeft gevraagd, heb ik een aantal keren al in het parlement aangehaald voor ze. Maar ja, precies zoals men nu doet, is men dus ook toen in het parlement heeft men toen ook een ding gedaan. Ik sprak daar en men nam het niet serieus. Nu heeft het volk zelf gezien van, hey, we moeten op straat komen, want de druppel die de emmer diep overlopen, was namelijk in het academisch ziekenhuis dat baby's vroeggeborenen, of baby's die dus geboren zijn met afwijkingen op de neonatale afdeling, door gebrek aan mankracht en ook materiaal, vooral mankracht, zijn dus verpleegkundigen weggetrokken. En als er tekort aan verpleegkundigen zijn, 3 baby's komen te overlijden. Ja, en de zorg is niet gegarandeerd, de neonatale zorg, het academisch ziekenhuis. Ook dat van Sabaku-project en Kronenburg-project heeft woede gewekt bij het volk. En het volk is toen op straat gekomen en tot nu toe heeft de regering eigenlijk niets concreets gedaan. Dus hey, als je mij vraagt, denk ik dat de regering niet wil inkomen. De belofte, de dingen die het volk heeft gevraagd. De leiding van de protestacties. Ze hebben zich ondertussen genoemd, hoe heet het weer? Je hebt Maïsha Nees daar, je hebt Sergio Gentel en Raoul Helling. Die 2 zijn politieagenten, Gentel en Helling. En Dave van Aarde en Marlene Cameron zijn dus de trekkers van die groep. En ze zeggen, eerst 3 van deze 10 punten. Als je mij vraagt, simpele punten die de president
zo heel snel kan doen binnen een dag. De vicepresident ook. Centrale. En ondertussen zijn de mensen al langer dan een week op straat. Gisteren waren ze op Brosplein. En het ziet er niet mooi uit, want ik denk dat de politie nu ook gisteren een vergadering heeft belegd. Men heeft Raoul Hellings, hoofdinspecteur van politie, en Sergio Gentel, idem, hoofdinspecteur van politie. De korpschef heeft gezegd, oké, jullie zijn nu met verlof, oké, geef de voertuigen terug, de dienstvoertuigen. En zeggen, nee, ze zijn in dienst, ze hadden graag de voertuigen terug willen geven, maar de bond heeft gisteren vergaderd, de politiebond, de Surinaamse politiebond, die heeft gezegd, nee, geen enkele voertuig wordt teruggegeven. En stel de bond voor donderdag, dus eigenlijk vandaag woensdag, moet meneer Amoxi vervangen worden. Amoxi is dus minister van Justitie en Politie. Als de regering dat niet doet, dan gaat de bond in actie komen. Ook heeft de bond gezegd, afdelingen die niet goed uitgerust zijn, zullen niet meedoen met de acties. En we weten dat de mobiele eenheid, afgekort MD, is het unit van de politie, die eigenlijk altijd bij calamiteiten of bij acties, protestacties, daar in beweging komt. En nu zegt de politie, de ME zal niet assisteren. Dus er is de druk op... Maar is dat de bond van de politiebond die dat zegt, of is dat echt het hoofd van de politie? De politiebond heeft gisteren vergaderd, ja, en ze zijn daarmee naar buiten gekomen, zeggen de afdelingen die niet goed uitgerust zijn, we weten dus dat de politie al een hele tijd geen uniformkleding heeft gehad, kamp met PSU enzovoorts, tekorten, bevorderingen en dingen, dus hebben ze gezegd, nee, ze zijn niet goed uitgerust, dus de ME zal niet worden ingezet. Dus is al een zwakte van de regering. Nu ook dat van minister Amoxi, die eigenlijk vandaag uiterlijk vervangen moet worden, anders gaat de politie maandag in actie. Als de politie in actie gaat, dan is het heel moeilijk geworden voor de regering. Dan gaan ze terugvallen op de militairen. En de militairen hebben het ook al moeilijk. Ze eten rijst met tilapia en allerlei dingen. Hun gelden en dat soort van dingen. Ja, ze zijn niet in orde. Ze hebben nu onlangs een bond. En als die bond van de militairen nu gaat vergaderen en zeggen ze sluiten zich aan bij de politie, wat ik inschat kan gebeuren, dan is het gedaan met de regering van de Kibbelenswijk. Ja, ja. Overigens noemen die mensen die demonstreren, dat zijn de Organic Movement. Ja, Organic Movement hebben ze zich nu genoemd. Organic Movement, ja. En, ik vroeg het me ook af, ik sprak ook laatst met de mensen en ik vroeg het me echt af, maar waarom kiezen ze zo een naam? Organic, de basis van de Surinaamse samenleving, begrijpt het volgens mij niet. Ik weet het niet, maar ik zoek het niet in de naam. Ik kijk naar de acties en wat is nu gaan gebeuren. In het begin hadden ze politieke partijen en vakbonden uitgesloten. Nu roepen ze iedereen, vakbonden, politieke partijen. En we hebben gezien dat een aantal buitenparlementaire politieke partijen hebben meegedaan. En ook vakbonden, de verpleging heeft meegedaan. De COL is een organisatie net als de moederbond. Vele bonden zijn aangesloten bij de COL, waaronder de douanebond. Ja. Douanebond, havenbeheer, die zegt ze sluiten zich aan bij de actie. Dus het zal heel moeilijk gaan voor de regering. De COL sluit zich aan. Ik denk dat vandaag CLO onder leiding van meneer Hooghart zal vergaderen. Ook C47, vakcentrale, ook zal vergaderen. Ik dacht morgen. En als ze zich solidair gaan verklaren met de acties, dan sluit het zich aan. Dan wordt het ernstig voor de regering. Maar het ernstige is dat wanneer de politie mee gaat doen,
en de vakbond van de militairen, dan is de regering, het grote probleem in de regering, zal dan ten val gebracht worden. Ja. Want ook hebben ze de veiligheidsbonden hebben gebundeld. Je hebt dus de BBS, de Veiligheid en Bijstand in Suriname, de bond van de penitentiaire ambtenaren, de, ik weet niet of de douanebond ook daarin verenigd is, maar er zijn een aantal andere bonden ook die dus steunen, veiligheidsbonden. En als al deze bonden dus gebundeld zijn, zeggen we steunen die acties, is de regering ter val gebracht. Het is dus een hele moeilijke zaak voor de regering. Ik heb begrepen dat de president vandaag een brief gestuurd heeft naar onder andere Maisha Neus, die dus de punten op een rij gezet had, de 7 punten. En de regering probeert dus in elk geval te praten. Maar die Organic Movement die zegt eerst minimaal 3 van die punten die we genoemd hebben, moeten dus gerealiseerd worden. Men moet daar iets aan doen. Men moet het realiseren. Dan willen we gaan praten. En dan niet in een gesloten kamer, maar in het openbaar, met pers enzovoorts erbij. Ja, als je mij vraagt, is het eenvoudig ding om te doen, die 3 dingen zoals ik al eerder zei. Maar meneer Santos heeft gewoon een brief geschreven en gezegd nee. We kunnen gewoon vergaderen zonder dus die dingen te doen die men heeft willen doen. Ja, die men niet gevraagd heeft. En het is zo dat ik denk dat meneer Santoki en zijn, onder druk staat van zijn vrouw. En hij zegt nee, we kunnen gewoon praten. Dus eigenlijk heeft hij niets gezegd in die brief. Ja, van oké, ik begin alvast aan die punten en dan kunnen we morgen vergaderen wat Padmut heeft gezegd bij de mensen. En dat kan de mensen begrijpen. Ja, heel goed begrijpen. Want dit is niet wat eigenlijk van een democratische president verwacht wordt. Hij doet alsof hij ik ben baas, ik bepaal wat er gebeurt. Je bent daar geplaatst door het volk. En mijn Santoki probeert het te schrijven van, ja, omdat ik er in die staat ben, dan kunnen ze me dat niet. Dat is niet waar. Wie heeft dan gestemd op meneer Santoki? Al die 20 zetels, normaal gesproken, kwam de VHP niet meer dan 8-9 zetels. Ja, op niet meer dan 8-9 zetels. Nu, de Blakamangs, de Hindustanen, de Javanen, de Inheemse, Douglas, iedereen heeft op de VHP gestemd. Men heeft tegen de NDP gestemd, daarom heeft hij 20 zetels. Dus je ziet, hij is in paniek. Dan schrijft hij het in de andere richting. Hij probeert de etnische snaar te bespelen. Dat is niet goed. Ja, maar goed. De etnische snaar bespelen. Aan de ene kant geeft men de demonstranten de schuld van etnische snaar bespelen. De mensen hebben, ik heb ze ook heel vaak horen praten. Hè, meneer Van Aarde en ook de politiechefs die tenminste ook aan de acties deelnemen als burger, die hebben aangegeven dat het helemaal niks te maken heeft met racisme of wat dan ook. Maar kennelijk zijn er toch mensen die daar behoefte aan hebben om steeds te roepen, het gaat om een etnisch conflict. Nou, dan begrijpen ze dat niet. Meneer Dief van Aarde, meneer Raoul Hellings en meneer Sergio Gentel, ze hebben zelf aangegeven dat ze alle 3 gaan staan als wederhelft hebben, als partner, als vrouw. Ja? Nou, waar gaat het naartoe? Ja? Als meneer Dief van Aarde zegt, maar vrouw is een Hindustaanse vrouw. Meneer Hellings zegt, ik heb een Hindustaanse familie. Meneer Sergio Gentel zegt, mijn vrouw is een Hindustaanse vrouw. Nou, waarover hebben ze het? Juist is meneer Santoki die dat niet kan zeggen. En vanwege zijn benoemingsbeleid de afgelopen 2 jaren, zien we van, ja, hij is duidelijk met etniciteit bezig en dat is niet goed. Want toen hij stad en land afliep voor de verkiezingen, wat predikte hij? Brochidjari politiek, de nieuwe VHP. Ja, hij had de deur opengegooid voor alle andere bevolkingsgroepen. Dat zei meneer Santoki, is daar ook in Nederland, daar bij College Tour,
flink aan de tand gevoeld geworden door Hakke Junior, toch? En die moeder heeft hem ook daar vragen gesteld. En ik kon niet anders dan bekennen van oké, we gaan er wat aan doen. Ja, dat was vorig jaar of ja. En tot nu toe, het gaat gewoon door. Dus mijn Santeki, eigenlijk doet men aan zelfprojectie. Wat men doet aan zelfprojectie. En dat is niet goed. Men probeert eigenlijk wat ze doen in de schoenen van de anderen te schrijven. Ja, vandaag is er ook een actie geweest, want het was eigenlijk in de ochtenduren vrij rustig. Ik heb begrepen dat ze pas laat in de middag naar het Meester Bronsplein zijn gegaan. Kunt u ons iets daarover vertellen? Ja, ik ben vandaag niet geweest, want ik was laat thuis. Ik had andere verplichtingen, maar de mensen gaan gewoon door. En ik denk dat die groep alleen maar groter zal worden straks, wanneer de vakbonden ook zullen aansluiten. De bonden van AZ heb ik maandag gezien. De bonden van Slaans, de verpleegkundige bonden van Slaans, Marwina ziekenhuis, Wanika ziekenhuis heb ik ook met ze gesproken. Ik heb ook meegelopen vanaf het Andries Kamperveenstadion aan de Letitia Vriesdelaat, voor zij die Suriname kennen. Hebben gelopen naar het Onafhankelijkheidsplein, dwars door de Henk Arendstraat. Het was voorheen Gravenstraat. Daar bij het Kerkplein aangekomen waar IBS hoofdkantoor is. Via daar hebben we gelopen naar het Kerkplein, via het Kerkplein naar Keizerstraat, Domineestraat ingegaan. Domineestraat, Steenbakkerijstraat, daar voor VCB, voor de Centrale Markt, richting Onafhankelijkheidsplein. Het was maandag. Dus het zal niet ophouden. De regering die blijft huisdarig vasthouden aan. Niemand komt ons zeggen wat wij moeten doen. En men zegt, hoogmoed komt voor de val. Dus dat gaat maken dat de regering ter val gebracht zal worden straks. Dat zie ik in het verschiet als we zo blijven doorgaan. Maar ze luisteren niet. Ik heb daar al in het huis van het volk altijd zelfs voorgehouden, dit is niet wat wij hebben afgesproken met het volk. Laten wij werken voor het volk, men wil dat niet horen. Nu heeft het volk zelf het voortouw genomen en toch luistert men niet. Dus dan zal men andere maatregelen treffen. Ja, ja. Om te zeggen, de duimschroeven aanschroeven. En dan is de regering in het nauw gedreven. En dan zit het zelfs van de regering. Men heeft nu gezegd dat, dat die minister van Justitie en Politie moet gaan. En als de politie nou in actie komt hiertegen, dan hebben we al een redelijk groot probleem. Ja, ja. Maar deze, de roep van de politie om de minister te vervangen is niet van nu, is zeker van een jaar of zo terug. Ik heb ook gezegd, deze man kan het werk niet aan, maar de ABOP die blijft vasthouden van, die man komt ons zeggen wie daar moet of zo. Dus dan, dat is eigenlijk je praat aan de overmaat worden. Men luistert niet meer, arrogantie voor de boventoon. Dan krijg je dus op een gegeven moment een klimax van zaken. Ja, want ik heb ook begrepen dat de voorzitter van de ABOP en de vice-president, die heeft deze week nog, gisteren of eergisteren gezegd, niemand gaat hun vertellen wie op welke post moet komen te zitten en welk beleid er gevoerd moet worden. Dus ik denk dat men nog steeds denkt binnen de coalitie dat men gewoon door kan blijven gaan. Dat begrijp je. De scheiding der machten. Er zijn drie staatsvormen, waarvan de republiek één is, de monarchie is één en de despotie is één. Nou, in de republiek, is de macht bij het volk. Vandaar dat men zegt, de democratie, Suriname is een democratische republiek. Dat betekent het volk regeert, het volk bestuurt. Demos is het volk en kratie komt van kratijn, is Grieks. Ja, dat betekent besturen, heersen, regeren.
het volk regeert. En hoe is deze regering dan in het zadel gekomen? Men heeft dus verkiezingen gehouden. Het volk is naar de stembus gegaan. We hebben hier een semi-parlementair, semi-presidentieel stelsel. De kiezers hebben rechtstreeks gekozen. 51 parlementariërs. Meneer Brunswijk, die zei nooit dat hij VP wil worden. Ja? Dus het volk wist dat niet. Pas toen hij zag dat de zetels binnen waren, toen kwam hij daarmee. En het volk had dan geen grip meer. Ja, dus die 51 parlementariërs, waarvan ik één ben, ik heb hem toen in zijn eigen huis, toen hij dat zei, gezegd, nee, blijf in het parlement. Maar ja, hij wilde niet horen. Ik zei, hij gaat geschiedenis schrijven. Dus ik had willen voorkomen dat wat nu gebeurt, zou gebeuren. Omdat ik meneer Brunswijk zijn vermogen ken als man die dus politiek bestuurlijk het niet zou kunnen bolwerken. Maar goed, hij heeft niet willen horen. En hij is nu daarvoor gegaan. En kijk wat er nu gebeurt. Dus hij begreep het systeem niet. Het bestuurlijke niet. Dat het volk in een republiek, in een democratische republiek, beschikt het volk alle macht. En het volk mandateert jou. Het volk delegeert jou daar naartoe. Maar in een monarchie, daar is de monarch, zoals in Nederland en andere landen met monarchieën, België. Vroeger was het zo dat de monarch, de koning, alle macht had. Ja? En in de monarchie, daar was eigenlijk de eer, ja, de drijfsfeer. In een despotie, dus je hebt drie machten, hè? Je hebt dus de republiek, je hebt de monarchie en de despotie. In de, in de republiek is eigenlijk de drijfsfeer de deugd. Ja, de deugd is de drijfsfeer. Liefde voor het land, liefde om de dingen goed te doen. Dat is eigenlijk de drijfsfeer in een republiek. In een monarchie is de deugd, zoals Nederland daar, eigenlijk vroeger, nu is het minder. Eigenlijk de drijfsfeer in een monarchie is eigenlijk de eer. Eer, koning. Ja, eer. Zijn majesteit. Ja, haar majesteit. Ja, maar in een despotie, de drijfsfeer in een despotie is de angst. Ja, de despoot oefent zijn gezag uit door eigenlijk angst te kweken bij het volk. In een monarchie oefent dus de monarch, de keizer, zijn gezag uit door vastomlijnde regels. Zoals Nederland daar heeft vastomlijnde regels. Ja, dit is het, dat is het. Zo moet zijn majesteit regeren, zo moet het land bestuurd worden. Maar in een despotie, in een despotisch bestuurd land, zijn er geen regels en wet als zodanig. Ja, dan boezemt dus die despoot, de heerser daar, angst bij het volk. Van, als dat niet gebeurt, dan kan hij me doden, kan me onthoofden, kan me ophangen. Begrijpt u? Dat was vroeger. In een republiek nogmaals, is de drijfsfeer daar, dus ja, die drie staatsvormen, de republiek, de monarchie en de despotie. Ja. In de republiek is de drijfsfeer eigenlijk, je moet het zien als liefde voor het land. Om het te doen, ja, met regels, met wetten, liefde, ja. De wetten moeten gerespecteerd worden. Liefde voor het land, liefde om de wetten te eerbiedigen. Ja, in die republiek. En in die republiek, een vorm van de republiek is de democratische republiek. En ik heb uitgelegd, demos, ja, komt van Grieks. Demos is eigenlijk democratijn. Ja, het volk, demos, het volk, kratijn. Kratijn komt van krasie, ja, Grieks, demos, het volk regeert, het volk bestuurt. En wil je eigenlijk politiek bestuurlijke macht gaan uitoefenen, moet je dus weten van waar die dingen zijn gekomen. Moet je gaan lezen. Ja, als je niet geschoold bent, gaat je niet kunnen regeren. Althans niet op een goede manier. En dat zien we ook met deze mensen, de president, de vicepresident. Dat zijn niet juridisch onderricht, want de geestesvader van de democratie, ja,
is meneer Montesquieu, Charles Montesquieu. Die heeft eigenlijk een aantal werken geschreven. En ook als je rechten gaat studeren, komt hij in contact met Charles Montesquieu, de geestesvader van de trias politica. En al die dingen moet je weten, willen besturen, anders ga je domme dingen doen. Ja, ja. Het is jammer om zo de mensen horen te praten van, hé, niemand gaat ons komen zeggen wat wij moeten doen. Dan weet je niet in welk land je bent, in welk systeem hier gehanteerd wordt, dat Suriname een republiek is. Waarom een republiek? Ja, ik heb je uitgelegd. Waarom een democratische republiek? Ik heb je ook uitgelegd. Dus eigenlijk missen deze mensen veel scholing, hè. Ja. Dat is jammer. Goed. Wat nu verder? Wat denkt u dat er nu gaat gebeuren? Ik bedoel, de acties die gaan voort. Ziet u een oplossing in deze zaak? Nou, kijk, de oplossing ligt bij de regering. Als ze haastig blijven vasthouden aan, ja, niemand gaat dat komen zeggen hoe wij moeten regeren, dan zie ik heel binnenkort dat deze regering ter val gebracht zal worden, zoals ik eerder zei, leger en politie. De wapens zijn bij het leger en er zijn de twee grondwettelijke en gewapende machten. De politie heeft een ultimatum gesteld om de minister te vervangen. Maar is dat ook niet gevaarlijk? Kan dat niet gevaarlijk zijn als politie en leger de handen in elkaar gaan slaan? Hebben we dan niet weer, is er dan weer geen sprake van een coup? Nou, de regering gaat dat in de hand spelen, toch? En dat vind ik jammer, omdat men heeft gesproken, men heeft actie. Men heeft mensen in het parlement gezet, 51. Men heeft de macht gedelegeerd aan president, vice-president en ministers. En men ziet van, ja, het volk, ja, dat het niet goed gaat. Men praat, ja, met men bedoel ik in het parlement. Eerst de gedelegeerden daar toch, de assembleeleden. Ik ben een van ze die vanaf het prullenbegin heb gesproken. Omdat ik gedelegeerd ben geworden door het volk. Het gaat niet goed. Ik kan de dingen aan. Ze doen wat ze willen. Zelf zegen dingen, zoals ik eerder zei. Nepotisme. Noem maar op. Ja, stelen van het volk. Corruptie. Dat was niet de bedoeling. Ik heb die dingen aangekaart. En men gaat rustig verder. Uiteindelijk, de mensen die mij hebben gemandateerd, de mensen die de 51 parlementariërs hebben gedelegeerd, gemandateerd, samen met de president en de vicepresident en de raad van ministers, die zijn nu rechtstreeks op straat gekomen, toch? En ze zeggen nee, tot hier en niet verder. Dat zeggen ze ook, tot hier en niet verder. Het is nu of nooit, nu of nooit. Maar ik hoor ook mensen schreeuwen, weg met Chan, weg met Chan. Dus dat gaat nu straks komen. Chandrika moet weg, dat zegt men niet meer. Op die borden staan dat ook, ja. Want ik heb je al eerder gezegd, de druppel die de emmer heeft doen openlopen was Samakoprijs, Kronenburg en de baby's die overlijden in het ziekenhuis. De gezondheidszorg, niets is in orde. Alles rammelt, basokaarten, noem maar op. Allerlei dingen doet men en men doet eigenlijk niets voor het volk. Terwijl het volk ze daar heeft geplaatst. En daar, naar aanleiding van wat het volk heeft ervaren, heeft het volk gezegd, nee, we gaan op straat komen. En dat is eigenlijk zelf gezocht door deze regeerders. En je ziet ze toen nog steeds arrogant van, nee, niemand gaat het komen zeggen wat we moeten doen. Ja. Dat zegt men, hoogmoed komt voor de val. Ja, maar tenslotte, meneer Belfort, als ik kijk naar het politieke gebeuren rondom wat er nu speelt, ik stel de vraag van, is er wel vergaderd in de assemblee, in DNA moet ik zeggen, is er wel vergaderd nadat deze acties begonnen zijn? Nou, er was een themavergadering gevraagd, naar aanleiding van de verdwenen middelen bij de centrale bank, dat is ook een van de dingen, miljoenen zijn daar gestolen. Later hebben we gesproken en men vond van 2 minuten maar per persoon persoon om te vragen en toen is het geëscaleerd. De NDP en de BEP-fractie zijn uit de zaal gegaan en men heeft het daarover, maar even is als bij ons de coalitie gehad en daar is het bij gebleven, maar niet echt diep om de regering te vragen wat nu gaat u de dingen doen die wij hebben een beloofd aan het volk, dat soort vergaderingen. Maar is er wel een vergadering aangevraagd? Want ik kan me zo voorstellen dat als er zo'n noodsituatie in een land is,
dat het volk, tenminste de vertegenwoordigers van het volk, bij elkaar komen om te bespreken wat er gebeurt. Normaal gesproken in een volwaardige democratie zou dat moeten gebeuren. Maar helaas, moet ik zeggen, arrogantie voor de boventoon. Het is gebleken dat wanneer deze zaken zich voordoen, dat er geen vergaderingen worden gehouden. Ja, men probeert daar eigenlijk het volk, althans de vergadering, niet door te laten gaan. Want men vreest namelijk dat het volk dan meer te weten zal komen. Mensen zoals Belfort gaan dan vragen stellen die dus niet goed zijn voor hun. Ja, en dan worden er vergaderingen uitgeschreven. Wat jammer is. Kijk, gisteren bijvoorbeeld was er een huishoudelijke vergadering. Er waren convocaties door is gegaan. En plotseling weer een uitgesteld. Waarom weet ik niet. De terugroep die men wilde repareren was ook daar op de agenda. En plotseling is het niet doorgegaan. Ja, en ik vrees dat men dan straks ook naar gelang de acties voortduren. Dat men dus niet zelf vergaderen. Dat is eigenlijk een soort modus operandi van deze regering. Ja. Oké, ik ben benieuwd en met mij de luisteraars ook. Dus vanuit DNA hoeven we voorlopig niks te verwachten. De regering die doet niks. Letterlijk en figuurlijk gebeurt er politiek gezien helemaal niks op dit moment in Suriname. Nou, politiek gezien gebeurt er wel. Is dat het volk dat de mensen heeft gemandateerd. Die komt op straat is eigenlijk de situatie. Is niet happy met de situatie en vragen om een aantal zaken te corrigeren en dat willen ze niet. Dus ik denk dat het zal escaleren, althans een klimaat zal bereiken waarbij men gaat vragen dat het regeerbeleid, de president, dan nieuwe verkiezingen moet uitschrijven. Die richting zit het opgaan als men zo hastig door blijft volhouden. Ja. Oké, meneer Belfort, ik... Als u niks meer heeft vanmorgen, dan wil ik u in elk geval heel hartelijk dank zeggen. Ja, ik heb nog wat te zeggen. En dat is dat ik het jammer vind dat we tijd verliezen. Als 2 jaren verloren. Suriname houdt achter de feiten aan. Als we niet oppassen, gaat dit land erger worden dan Haiti en Venezuela. Ik verzoek de mensen, men is bezig een nieuwe organisatie in elkaar te zetten. Want wat ik ook kan zeggen is dat ik gelopen heb met de mensen. Men wil de NDP ook niet hebben. Ja? Men is eigenlijk moe van deze regeerders, deze 4 partijen, maar de NDP wil men ook niet hebben. Men is zoekende naar iets nieuws. En ik wil de mensen de garantie geven dat iets nieuws in de maak is. Men zijn bezig iets nieuws in de elkaar te zetten. Men is bezig met de statuten, huishoudelijk reglement. En op het moment dat het zover is, gaat men naar buiten komen van, dat is het. En ik verzoek de mensen in en buiten Suriname, laten we dit land alsjeblieft niet laten voor de mensen die eigenlijk het niet weten te besturen. Laten we alle handen bij elkaar steken, man en vrouw, mensen in diaspora, dus Surinamers buiten Suriname, en jong en oud in Suriname, om het nieuwe ding dat gaat komen. Het heeft nog geen naam, het gaat een naam krijgen. Meneer Guillermo Samson is de coördinator van die organisatie. Men is bezig. Het zal anders zijn dan wat nu. Men zal balloteren om mensen toe te laten. Men zal regels stellen, bijvoorbeeld mensen die bevlekt zijn. Mensen met veroordelingen, vonnissen, gaan niet voor functies in aanmerking komen. Mensen gaan ook niet in aanmerking komen om op de kandidatenlijst plaats te nemen. Al dat soort dingen zit men bezig te brainstormen. Ik denk dat men de laatste hand legt aan zaken, al eer men zaken via de notaris verder laat, zo weg laat vinden naar de president. Ik verzoek de mensen om even geduld te betrachten. Suriname heeft na zoveel jaren een dienende leider nodig, een servant leader, een leider die de weg kent en via die weg het Surinaams volk leidt naar beterschap. Suriname kan goed komen, maar niet onder deze omstandigheden.
En ik denk dat het tijd wordt dat men voor een nieuw ding gaat kiezen. Ik verzoek de mensen, wanneer het zover is, om te gaan voor het nieuwe dat gaat komen onder leiding van meneer Guillermo Samson, die alles coördineert. En dan zal men zien dat het wel mogelijk is dat voordat je, dus, je gaat solliciteren naar een ambt, ja, naar een functie, ja, bijvoorbeeld als je capabel bent, RVC-leden, doe maar op. Je gaat niet gewoon via de politiek, nee, men gaat dus balloteren ook. Maar ook dat men een psychologische test zal ondergaan, al eer men in aanmerking komt voor een functie. Dus al dat soort van dingen zal men in place zetten al eer men naar buiten komt. Men is bezig ermee. Natuurlijk, ik verklap u wat zaken, maar dat soort dingen is men bezig te zetten, in elkaar te zetten. Zodat ja. Suriname uiteindelijk de juiste mensen, man en vrouw, kiest om het land te besturen. Ja, als ik u zo hoor, dan gaat u... Als ik u zo hoor, dan gaat u ook deel uitmaken van deze nieuwe beweging? Men heeft me gevraagd, dus ik denk erover na. Dus het ziet er heel goed uit. En ik denk hardop. Ik denk dat ik mijn hart voller word. Ik ga even zaken met mijn partner bespreken. En dan hoort het volop dat tijdig. Maar het ziet er heel goed uit. We hebben een aantal gesprekken gevoerd en het ziet er heel goed uit. Dat is wat Suriname nodig heeft. Ja, ja. Ik weet ten aanzien van de demonstraties in Suriname, wil ik ook nog heel aan het eind van dit programma zeggen tegen de luisteraars dat er voor donderdag een demonstratie gepland is bij zeg maar het consulaat van Suriname rond 11 uur 's morgens Nederlandse tijd. En dan weet u dat in elk geval. We volgen de dingen, we krijgen alle informatie hier in Suriname ook. Ja. De wereld is klein geworden, meneer Botsen. Ja, maar goed, dat hebben ze dus bekendgemaakt hier. En ook via de sociale media. Maar ja, als officieel medium moet je dat natuurlijk ook vertellen aan de mensen. Dat er een grote demonstratie gepland staat bij het consulaat. De Kusserstraat in Amstelveen. En het zou rond 11 uur gebeuren. Ja, Den Haag daar. Ik ben daar geweest. Ja. Ja, maar ja, dat is de ambassade. Maar dit gebeurt dus in Amsterdam. Ja, in Amsterdam Amstelveen. Gaat het gebeuren, ja. Ja, ja. Goed. Okay. Heel goed. Meneer Belfort, nogmaals bedankt. En een hele fijne dag verder toegewenst. Oké, ook dank. Ja, hoor.